Dat is een lange tijd geleden ondertussen. Met Cosmos zijn we ondertussen 14 jaar bezig. Dat zal ongeveer 16, 17 jaar geleden zijn. Ik was toen nog student in het Brusselse. Daar heb ik eigenlijk de Fuse ontdekt. Ben ik echt mijn liefde voor de elektronische muziek leren ontdekken. Nu, ik was student in Brussel, maar ik zat meer in het Gentse ook. Mijn vriendenkring was in het Gentse. Met een paar vrienden eigenlijk gezegd van, kijk, we zitten hier in Gent, zo'n mooie stad. En op dat moment was er eigenlijk niets dat van elektronische bakermaat was. En dan hebben wij maar gezegd van, we zullen samen toch een eerste feestje geven. Dus echt als een hobby. En toen zijn we eigenlijk met Cosmos begonnen.